we zijn hier vandaag bij de Efteling om weer een dagje plezier te maken. Hallo iedereen, tof dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Het ziet er kaal uit, ik weet het. Ze hebben hele mooie plannetjes dit jaar, echt prachtig. En dan neem ik jullie mee naar de eerste attractie. Oké, die reus ziet er mega eng uit. Op zo'n staan is mega groot en eng. Ik ga ook even vermelden, in deze vlog ga ik niet te veel van de Dark Rides film. Dus verwacht geen Fata Morgana of al die dingen in deze vlog. Want meestal zie ik toch geen kloot naar mijn video's. Omdat het redelijk donker is. Dus ja, moet maar mijn vorige video kijken voor de Dark Rides te zien. We gaan dit een keer doen, hè. De Max en Moritz. We gaan daarmee bij hen. We staan hier nu, toch? Max en Moritz, de volgende attractie. We gaan via Single Riders van Wisten voor een kwartier te wachten. Dat station blijft wel mooi, hoor. Vind ik echt prachtig. Doen we Moritz. De attractie die we gaan doen is de ene echte Baron 1898. Hopelijk is het niet te lang maar. Allee, bro, camera. Ook de eerste keer dat ik een normale wachtrij ga zien. Hopelijk trek het op iets. Oh, een voorshow zelf. Ziet er wel mooi uit. Hier staat hij nog een keer, de burgemeester. Ja, Rappelmo. Uit de Baron en het was een hele goede achtbaan. Ik snap niet waarom het zoveel haat kreeg. Dat zijn gewoon mooie baan. Het ziet er prachtig uit. En we hebben nog iets voor te eten. Hier de 5 euro. Niet zoals Popsalon te afpersprijzen. We hebben gedaan met eten en we gaan nu nog een keer kijken wat we kunnen doen. Dus het is redelijk wat wachten, maar op zich valt wel nog mee voor de Efteling. Kijk, hier heb je zo'n heel mooi fotopunt van de Vliegende Hollander. Joyce en de draak daar. En dan de Vliegende Hollander. Van mij lijkt wel op ook wat voor rare supports dat eigenlijk heeft, zo'n Vekoma-baan. We zijn nog een beetje aan het kijken wat we volgende attractie gaan doen. We hebben echt batten tijd. Het is nu 12 uur en het park is om tot 10 uur. Zelf onder de wc's zijn hier prachtig gedecoreerd. Echt de mooiste wc's dat ik ooit heb gezien moet kijken. De beste attractie gaan we ook doen, het nest. Ik denk dat hier dat waterkust nog moet en nu weg. Daar ook de glijbaan, ja mooi. Hier een schip, ja prachtig. Ja, leuk voor de kinderen, maar ja. We gaan de archipel doen. Daar is de Sirocco, het meest racistische gebied van de Efteling vroeger. Het thema is zo met water, denk ik. Ik weet nog niet. En van die huisjes, dat is ook een opklim. Ja, het ziet er tof uit voor kinderen wel. Ik moet toegeven, het ziet er wel mooi uit van hieronder gezien. Prachtig. Mooi oog voor detail, daar de vol van de voorrok. En hier heb je ze veer, dat is een pad. Ja, mooi detail wel. Ja, wel mooi. Hij draait nog goed. Nice ding. Ja, het was een mooi ding. Ook een toffe zone. Dus ja, ze hebben het mooi opgeknapt. Ziet er wel goed uit. The It's a Small World rip-off is de volgende. En we zijn er. Ja, het ging heel vlotjes. Oké, ja, dat is een kust.
What the fuck, zijn hier aan het dansen? Ja. Ja, raar. Wel een goed effect in mijn spiegels en zo. Hier de liefde bistro met zo'n rand met hartjes. Ja, tof. Duitsland met bier. Daar ook nog allemaal bier. Japan hier. Ja, oh, rare gezicht. Ja. Hallo. Zwaai. Die sumo-worstelaars. En een mooie afsluiter met een draak. Ja, dat is wel tof. Er is blijkbaar nog meer, ik had verkeerd. Je hebt nog Mexico, Hawaii. Dat is like, misschien het circus of zoiets. Ja, ja, aparte attractie, het is wel mooi om te doen. Maar ze zien wel veel staan, wel die zoiets afgewerkt. Maar wel, ja, tof. Nu komt de Vogelrok, maar die ga ik wel niet filmen, want je ziet niks ben. We lopen hier nog een keer rond in het Sint-Nicolaasplein. Ja, het ziet hier echt wel echt mooi uit. Maar nu een keer de Droomvlucht en de Villa Volta doen. Maar deze keer ga ik jullie ook weer niet meenemen, want ja, ga het toch niet veel zien. Het is alleszins wel een mooi huisje voor als in hangen te gaan. Ik zal wel dit een keer tonen, het ziet er wel echt mooi uit. Hoor. Moet ik kijken, er staat een kast en al, mooi gedecoreerd. Maar de rest staat er met Thomas, gaan zien toch niet. Stop naar de attractie. En de volgende attractie die we doen is Symbolica. Mijn beste dark ride, hopelijk nu ook nog. Oh nee, sorry. Wel mooie animatronic hoor. De trappen gaan hier blijkbaar open zodat er tussen kan. Dat is echt cool. Kijk hier, dat is een heel, heel cool effect. Je kan blijkbaar kiezen naar een kant hij pakt. Wij gaan voor de blauwe kiezen, de heldentuur, maar ik wist dat gewoon kiezen hiervoor. Mooi. Oh. En je ziet wel weer geen ene zak. Mooi de bolletjes. Een panorama zegt, benieuwd of dat gaat werken. Hier is de walvis zijn. En waar kunt u de walvis? Zo kapot. Ze komt op neem zeker. Dat hebben we niks. Moet je kijken, maar wat een eten, amai. Dat is niet normaal, zoveel eten hier. En uit de danskamer en dan is het gedaan, de attractie. Ja, nog altijd een mooie dag. We zijn nu al wat verder in de dag. We hebben Symbolica, dan hebben we andere attracties en we gaan nu iets eten. Ik ga een hamburger bestellen. Deze hier, de grillburgerij, 5,40 euro, goede prijs. Tada, oh. Dat is Adam, is dan een Plopsadiki burger. En nu doen we de Python als volgende achtbaan. We zijn boven, na 10e jaar. Oh nee, maar geen zin, nee. Ik haat dat, hè. Python was leuk, oud, maar vloeiend. Ja, dan is het goed. Hè. En de Vliegende Hollander doen we nu. Mooie entree alleszins. Wat mooie wachtrij wij hier. Amai. Allemaal decoreerd, echt mooi. Oh, maar dit is prachtig met die Amsterdamse gracht hier. Dat is hier wel heel mooi, dat uitzicht. Check hoe mooi dat deze attractie is. Hij is daar een bepaalde splash. Dat is het mooiste van de attractie, het station vind ik. Ja, we gaan nu waarschijnlijk jullie zijn de draak doen. De Vliegende Hollander was een leuke baan. Ja, wel jammer dat die ene scène, het was één scène met een magie mist mee zijn die werkte. Dus ze zag de muur, dat was wel spijtig, maar dat is een prachtige baan. Het is tijd voor Joris en de draak. Hier voor jullie freaks van de ketting, voilà. Oh.
hè. En de vlaggetjes staan, de wel zien wel. Dada is hier ook iets dat de vorige keer niet heb gedaan. Het volk van Laaf, lekker zo'n klein beetje. Ja, hier de rondtrekt erdoor. Ja, je ziet zo'n beetje torp en al, maar niet echt iets speciaals. Hier zo'n hangbrug om erom dat je kunt oplopen. Ze vinden dat tof en zo een glijbaan dat je kunt doen. Dat was stretje kort, maar ja, we hebben het torp gezien. Vanuit dingen, ja, we zijn opeens in Plopsland. Ah ja, fuck, het is in de huis van de Efteling, maar hij had ook al boeters. Is het Plop hier binnen? We gaan een keer kijken, hè. Plop had die haaien. Zijn nek is in de huis van zo lang. Dat is wel een mooi sprookje, de draak. Mijn kist. Hans en Rietje, maar het huisje ziet er niet zo lekker uit. Er zijn hun beton op, ze er twee. Hier heb je ook nog sprookjes, geen idee wat dat hier allemaal is. Dat is een raar, dat ding, zo'n ezel die haalt het kakt. En hier nog een attractietje, de zes zwaantjes, ja. Wel een mooie scène hier van iemand. En dat is eigenlijk heel de attractie. We gaan nu de grotten van de Indische waterlelies. Voilà, dat waren de Indische waterlelies. Supermooi, hè. Dat is hier ook de Indische waterlelies. Ik heb gemist, het is blijkbaar meer. Nog cool beeld ook, eng gezegd. Allee, tek toch nog op iets. Waterlelies moet dan nog mooi. Het ziet er redelijk dood uit op camera. What the fuck is dit? What the fuck is dit? Ja, wauw, die boom ziet er echt eng uit. What the fuck? De sprookjesboom is gelukkig niet zo cursed. Ja, die ziet er wel veel mooier uit. Hij heeft wel juist zijn ogen dicht gedaan. Ah kijk, hij heeft zo gedaan zijn ogen. Hij heeft gedaan met slaap. Het laatste sprookje hier met de tuin van Farouk of zoiets. Heel raar dat hij gewoon op dat tapijt zweeft. Ik ga de pagode een keer doen, want ja, dat is echt een prachtige uitkijkattractie. Zo'n mooi ding. Moet ik kijken wat een indrukwekkend ding dat de lucht in had. Amai. Dat is een hele uniek die arm niet omhoog brengt. Daar zien we hem, Baron en Joyce en de draak. En de Python daar echt. Prachtig, ja, het zegt dat hier is echt prachtig. Het is misschien wel allemaal bos, maar echt prachtig hier. We gaan nu nog een keer op de baron. Kijk, hij is daar juist op. Laatste ritje. Daar staat hij. Hierbij verlaat ik de Efteling. Het was een hele goede dag. We hebben superveel kunnen doen. En ja, dat zie ik jullie weer in de volgende video. In een petpark in Zandbad. Misschien een petpark. Stay upside down.